Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Vandaag ga ik jullie 5 tips geven die je kunnen helpen tegen keelpijn. Iets waar ik persoonlijk ontzettend veel en vaak last van heb. Maar voordat ik verder ga, wil ik jullie allemaal eerst even vragen om je te abonneren op ons kanaal. En als jij deze video bruikbaar vond, geef even een duimpje omhoog. Maar dat weet je natuurlijk pas achteraf. We gaan beginnen. Keelpijn is een heel veel voorkomende kwaal. Het is natuurlijk heel erg vervelend en je wilt er zo snel mogelijk van afkomen totdat het overgaat in griep. Wat ik altijd heb, vandaar dat ik het internet ben afgestruind om jullie te voorzien van de beste tips. Voor de eerste tips gaan we een geneeskrachtige thee behandelen. En dat is iets wat altijd heel goed werkt. Als je keelpijn hebt, moet je natuurlijk zoveel mogelijk blijven drinken. En een aantal ingrediënten zijn essentieel om zo snel mogelijk van de keelpijn af te komen. Buiten het feit dat je gewoon altijd genoeg moet drinken. Ik durf te wedden dat je wel eens op het internet hebt gelezen dat gember heel goed is voor je keel. Maar gember is lang niet het enige wat goed is. Nu heb je bijvoorbeeld tijm, je hebt een beetje citroensap door je thee. Je hebt kamillestokjes, je hebt kaneel, je hebt mosterdzaadjes, zoethout, tijm. Je kan van alles gebruiken. Dus probeer het eens uit en bedenk wat het beste kan zijn voor jezelf. Oké, tip 2. En deze gaat eigenlijk hand in hand met het zomerse weer wat het nu is. Het zonnetje schijnt buiten en het is tijd voor ijsjes. Maar wist je dat waterijsjes ook hartstikke goed voor je keel zijn? Het is niet zozeer dat het de pijn voor altijd weghaalt, maar wat er wel voor zorgt is dat de pijn verdoofd wordt. Dus als jij nou last hebt voor je keel, trek dan een lekker ijsje uit de vriezer, een waterijsje. En dan weet ik zeker dat jij veel minder last hebt van die vervelende keelpijn. En dan zijn we nu bij tip 3. En dat is waarschijnlijk een kruid waar je nog nooit van hebt gehoord. Het heet propolis. Dat werd duizenden jaren geleden al door de oude Grieken en Egyptenaren gebruikt als geneesmiddel. Maar het werkt dus ook uitstekend tegen keelpijn en heesheid. Dit middeltje is te verkrijgen in kleine capsules bij de drogist, bij de natuurwinkel, bij de apotheek. En ja, probeer het eens uit, zou ik zeggen. Yo. Nee! Oké, tip 4. Als je een verstopte neus hebt, dan heb je er vast wel eens van gehoord om een ui doormidden te snijden en dan op je nachtkastje te leggen vlak voor het slapen. Maar dit werkt ook uitstekend als je last hebt van je keel. Dus als je last hebt van je keel of een beetje heesheid hebt, snijd dan een vers ui doormidden en leg die naast je nachtkastje voordat je gaat slapen. Belangrijk is wel dat het een vers ui moet zijn, want anders gaat het enorm stinken in je kamer. En last but not least, tip 5. En dat is eentje die voor mij altijd persoonlijk heel goed werkt. Want ik heb namelijk van nature heel veel last van keelpijn op den duur. Zeker in de zomer als de temperatuurverschillen in één keer zo erg veranderen. En dat is gorgelen. Dat kan met allerlei middeltjes. Maar degene die het best bij mij helpt is lauw water met een klein beetje zout. Herhaal dit 5 keer per dag ongeveer. En je zal zien dat de keelpijn aanzienlijk minder wordt. En dat de bacteriën in je keel zo gedood worden. En mocht je nou het heel vies vinden om het met zoutwater te doen, wat wij heel goed kunnen begrijpen, is het ook een mogelijkheid om het met pure druivensap te doen, maar zelfs ook met rode wijn. Als eerste, heel erg veel succes met je keelpijn. Ik hoop dat je er snel vanaf bent. En vond jij deze video nou handig? Geef even een duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter en vergeet je ook absoluut niet te abonneren. Want dan weet je zeker dat je altijd als eerste de meest handige tips krijgt. Dat is handig!